Geert Wilders en andere PVV'ers proberen morgen tegen te houden dat Ahmed Marcouch de nieuwe burgemeester van Arnhem wordt. Ze gaan voor het stadhuis tegen de voordracht van het oud-PVDA-Kamerlid demonstreren. Lodewijk Asscher is woest. Ik vind het achterlijk. Ik vind dat Wilders moet ophouden iedere keer de achtergrond en het geloof van mensen erbij te halen. Als iemand gekozen wordt om burgemeester te worden van een grote stad door alle politieke partijen van die stad, gun iemand dan de kans om daar zijn werk te doen. En hou op iedere keer die achtergrond maar erbij te halen. Het is 2017, we moeten verder met het land. Dit is niet omdat hij een moslim is. Yeah. Ik verzet me ertegen omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Omdat hij steun zoekt bij een moslim-extremist, de heer Yusuf Karadawi. Omdat hij vindt dat wijken in onze hoofdstad islamitisch moeten worden. Dat hij weigert en vindt dat PVV'ers geen agenten in Nederland mogen worden. Me dunkt allemaal genoeg om te zeggen, alsjeblieft, hoe kan zo iemand wiens partij van 30 naar 6% is gegaan in Arnhem ooit burgemeester in die stad worden? Morgen gaat hij te staan met een spandoek. Hij staat natuurlijk ontzettend verlul daar met zijn spandoek. Weet je, ga hier een keer je werk doen. Hou op mensen de hele tijd maar lastig te vallen met hun achtergrond. Arnhem kiest zelf een burgemeester, dat doet de gemeenteraad daar. Wens ze daar veel succes. Gisteravond werd bekend dat Marcouch gekozen is in Arnhem uit 21 kandidaten. En het is de bedoeling dat hij daar op 1 september aan de slag gaat voor een periode van 6 jaar.